Hans Aarsman. Fotodetective Hans Aarsman. Hans, welkom. Bekend van onder andere de Volkskrant. Hans Aarsman. We kunnen jou elke week bewonderen in de Volkskrant. Als fotodetective zou je kunnen zeggen. Kijk, Hans Aarsman, fotodetective. Hans Aarsman, jij kan foto's als een detective besnuffelen, bekijken. Ja. In alle hoeken en gaten. Jij ziet dingen die wij niet zien. Is dit een terechte winnaar? Hans Aarsman is de nieuwe gastschrijver van De Rug. Hij ziet dingen die een ander ontgaan. Maar wat valt hem nu op als hij door Groningen loopt? Vind ik leuk aan Groningen dat alles zo, dat je dus die hele moderne bouw hebt. En dan heb je opeens dus een oud gebouwtje, hier is dat schilderding, dat bijna toch een soort boerenhoeve is, hè, maar dan heel klein, hier om de hoek. Kijk, hier kun je het zien. Het is toch te gek, heb je zo'n halve boerenschuur heb je zo midden in de stad staan. Vind ik zo leuk, hè. Maar goed, dat vind ik leuk. Kijk, dan heb je weer zo'n onderdoorgaantje, ook weer zo'n spuugmodern, hè. Zullen we er doorheen gaan? Hoe die pleintjes hier in elkaar zitten, dat vind ik echt ontzettend leuk. Heel afwisselende stad. Misschien dat je dat als Groninger helemaal niet ziet. Of misschien ben je er juist heel trots op, dat weet ik niet. Maar ik vind het, als ik hier kom, denk ik, jij bent te gek. Dus ik verveel me hier helemaal niet op. Ging naar de bibliotheek, hè? Dat wou jij graag. Dat vind ik ook zo fascinerend, hè? Als je blind bent, hoe de wereld er dan uitziet. Veel meer op geluid gericht, hè? Kijk, toch, die man die weet dat hij dus aan de rechts moet voordat hij bij die auto is. Zag je dat? Dus ik dacht, nou, die gaat half tegen die auto oplopen en dan gaat hij pas naar rechts. Maar hij wist al dat hij daar... En hier loopt hij alweer... Wat toch een soort beeld. Wat zou het voor een beetje, als hij blind was? Oeh. Ah, lijkt voor mij wel heel heftig, hoor. Ik zou me echt wel rot vervelen, denk ik. Ja, het zou voor mij heel heftig zijn. Ik kom er weer voor in de plaats, maar... Jezus. Zou je hier nou ook echt een dag mensen kunnen kijken? Nee, ik geloof... Nee, ik weet het eigenlijk nooit. Nee, ik weet het niet. Dat weet ik nooit van tevoren. Hangt ook zo vanaf van je eigen bui en... wat het toevallig op dat moment ook te zien is. Waarom er nou weer zo'n ding moet hangen? Om het op te fleuren waarschijnlijk. Lekker abstract ook. Dat is helemaal niet, nog erger. Vreselijk. En wat is het verschil? Het is gewoon een beetje kleurenhups. Beetje rood, beetje groen, beetje geel, beetje blauw. Ja, dit vind ik een mooi beeld. Als je leert gewoon intens te kijken en te beleven naar wat er voor je ligt, hè, zoals je leven is, dat je leven verrijkt. Dat denk ik wel. En dat je dan ook minder poespas nodig hebt om je leven interessant te maken. Zoals er zijn. Dure auto's. Dure reizen. Til een tegel op en kijk wat eronder zit.